Deze beschouwing die gaat over homoseksualiteit en kleine kinderen. Ik maak nog een pakkende titel en jullie weten al hoe die titel luidt. Ik nu nog niet. Ik heb de aanleiding gevonden voor deze beschouwing, nieuwsuitzending op Prison Planet, de website van Alex Jones. En voordat ik daar op inga, maak ik even kort reclame voor het grote CO2-experiment. Want we zijn een stapje verder. Ik heb inmiddels een eerste plan van aanpak geschreven. Ja, er moet nog van alles bij hoor, maar de eerste dingen staan al op papier. En ik heb ook al de eerste reactie binnen van een van de medewerkers. Die had wat kritische opmerkingen, die heb ik kunnen pareren. Zei, nou, het is goed dat je erom denkt en we doen dit en we doen dat. Dus nou, fijn dat hij meedenkt. En ik heb contact met een werkplaats hier in Arnhem waar enthousiastelingen op dit terrein, want we hebben mensen nodig met verstand van single board computers. Van die goedkope computertjes, Arduino's, heten ze ook wel, of Banana Pi. En daar, die zijn betrokken in het experiment. Daar ga ik nu niet helemaal op in wat er allemaal precies aan de hand is. Maar dat kan je vinden in dat document. Wat ik in het plan wat ik al geschreven heb. En we hebben dus die werkplaats gevonden. En die mensen van de werkplaats hebben al gematigd enthousiast gereageerd. En ons uitgenodigd om langs te komen op een inloopavond. Als men daar ook bezig is. Het is niet zo dat we die mensen daar aan het werk kunnen zetten. Maar we hebben daar in elk geval meedenkers. En dat is in eerste instantie goed genoeg. Ben je zelf iemand met verstand van een Arduino of een Banana Pi of een Raspberry Pi? En dit zijn de merken van de single board computers. En dan gaat het om het loggen van data. In dit geval temperatuurdata en CO2-data, koolstofdioxide-data. Concentraties dan, hè? Wil je eraan meewerken? Dan denk je wel ongeveer, nou, dat zou ik wel kunnen. Dat moet je zo aanpakken en zo. Ja, reageer. Dus reageer als je het zelf leuk vindt. En reageer als je iemand kent die dat wellicht leuk vindt. Dan mag die meedoen. Nou, wij gaan hier in Arnhem in principe binnenkort gaan wij op bezoek bij die werkplaats. En dan gaat onze videograaf Wim, die gaat al beginnen met, want die gaat het documenteren. Zo dadelijk komt echt een heel leuk filmpje van hoe we het helemaal gedaan hebben van A tot en met Z. Dus dat er helemaal geen, dat Bill Gates en Al Gore, want die kennen elkaar toch, dat die helemaal zitten van, ja, maar dat kan toch niet, dat zo'n mannetje uit Holland, dat hij dan even een experiment doet en waarom heb jij dat niet gedaan, Al? En dat Al dan zegt tegen Bill, ja Bill, ik dacht dat jij dat wel zou doen en het is allemaal niet met een Windows computer, maar met een Arduino-pi. En waarom dan niet met een Windows en waarom kon jouw computer het dan niet? En dan zegt Bill tegen Al, ja Al, nu moet je nou niet gaan lopen zeuren, hè? Waarom heb jij dat experiment niet gedaan en een beetje lopen zeuren en nu blijkt dat het helemaal niet kan wat jij zegt. Nee, ik hoor tegen Bill, ja, jij moet ophouden, want die Arduino is veel beter dan die Windows van jou. Krijgen Bill en Al nog een hele ruzie ook. Ja, ik heb een kopje thee erbij. En in deze linkjes die onder deze uitzending staan over het CO2-experiment staat ook een linkje naar archive.com. En daar kan je de PDF downloaden. Dat is nu versie 2. En ga er maar vanuit dat zo dadelijk versie 3 en 4 en 5 en 6 en 7 komt. Die zal ik allemaal apart uploaden. Kan je meedenken en meelezen. Leuk, hè? Nou, dan hebben we hier het eigenlijke onderwerp van deze nieuwsuitzending, beschouwing. Dat is een artikel op Prison Planet. Prison Planet is de website die gerund wordt door Alex Jones. Alex Jones is een beetje vaag figuur. Want die zal het over bepaalde dingen absoluut niet hebben. En dat is wel raar, hè? Als je dan van de alternatieve media bent en je bent zogenaamd niet vooringenomen met wat je wel en niet vertelt, maar dat je alles doorgeeft, dat je helemaal neutraal bent en zo.
Ja, er is niet zo lang geleden een boek gepubliceerd en dat heet Code Word Barbalon. Ik ga het er even bij pakken. Even kijken hoor. Dat moet je zo doen. Code Word Barbalon. Dat is een redelijk nieuw boek. Het kost ook nog wat. Kost je nieuw $82.53. Dat is mij even te duur. Hoor. Maar codewoord Barbalon wordt voorgelezen, is voorgelezen door Tom Fraz van First Amendment Radio. En even kijken. Jeetje. Ja, wat een prijs, hè? Zelfs die gebruikte exemplaren die zijn nog $72. Nou, het is uitgegeven door Lux Ferbi. Nou, de inhoud van dit boek, daar zal Alex Jones het nooit over hebben. Het gaat, de subtitel is Danger in the Vatican, dubbele punt. The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination. En het beschrijft dus de rol van de Jezuïeten. Want de Sons of Loyola, dat slaat op Ignatius de Loyola. En dat was de stichter van de Sociëteit van Jezus. En bij die sociëteit hoef je absoluut niet te denken aan Christus. Ze hebben die naam gebruikt. Zoals zeg maar... een partij van wolven die graag lammetjes lusten. Die noemen zichzelf de partij van de lammetjes. En er worden allemaal lammetjes die worden lid van die partij. En dan komen ze op een partijbijeenkomst. En daar zijn allemaal wolven en dan worden ze opgegeten. Ja, maar ze zijn helemaal niet van de lammetjes. Nee, ze zijn van de wolven. Maar ze noemen zichzelf lammetjes. Want hè, zo heet de sociëteit van Jezus. Dan doen ze alsof ze iets te maken hebben met christendom. Maar zijn ze niet. En dan stel ik je moordenaars, leugenaars, echt de meest verschrikkelijke dingen hebben ze gedaan. Ze hebben onder andere 6 Amerikaanse presidenten vermoord. 6. Dus je dacht dat het alleen bleef bij John F. Kennedy? Nee joh. John F. Kennedy en Abraham Lincoln en die 4 andere namen die ik nu eventjes zo uit mijn hoofd niet weet. Maar daar zal Alex Jones het niet over hebben. Dus Alex Jones werkt in principe voor de Jezuïeten. Weet je daarmee? Maar aan andere dingen, daar wil hij het dan wel over hebben. En hier wil hij het wel over hebben. En de titel van dit artikel, die luidt... 6-jarige kinderen is opgedragen om een homoseksuele liefdesbrief te schrijven als opstel. Ze moeten zich verplaatsen in een karakter en dat heet... En dat staat hier, Prins Hendrik, Prins Henry. En die wil opbiechten aan een van zijn bedienden. En die heet Thomas, dat hij van hem houdt. En dat hij een homohuwelijk met hem wil. Nou, weet ik dat... Veel mensen die van de homoseksuele kant zijn, dat ze zeggen van ja, maar homoseksualiteit, dat is iets anders als pederasterie. Want als je homoseksueel bent, betekent dat niet dat je seks wil hebben met kleine kinderen. En je mag dan vooral dat verband niet leggen. Nou, dan... lijkt het mij dat mensen van die seksuele geaardheid... dat die enorm moeten protesteren tegen deze opdracht... die een Britse school heeft gegeven aan 6 jaar oude kinderen. Toch? Met andere woorden, je ziet hier weer eens bewijzen... bewezen zijn dat homoseksualiteit
alles te maken heeft met seks te verbinden aan kleine kinderen. Kinderen van 6 jaar oud dienen zich helemaal niet bezig te houden met seks. Toch? Of vind je van wel? Nou, dan vind ik jou een viespeuk. Dan heb ik het liefste dat ik jou nooit ontmoet. Het liefste heb ik dat je gaat emigreren. En dan niet naar een land waar mensen wonen. Ga maar naar Antarctica of zo. Ga je kennis maken met de pinguïns. Kijken wat die ervan vinden. Ik vind dat iedereen erop tegen moet zijn dat 6 jaar oude kinderen gevraagd wordt om een liefdesbrief te schrijven die prins Hendrik zou schrijven aan zijn mannelijke bediende waar hij seks mee wil. Want homoseksualiteit, daar gaat het namelijk over. Kijk, ik hou ook van mijn vriend Wim. Dat is verder geen punt. Maar die schrijf ik geen liefdesbrief. Die schrijf ik wel eens een brief. En dat is dan meer zo'n brief van, of zo'n e-mail van, ha Wim, ik heb dat en dat gehoord. Heb je zin om zo en zo te gaan doen? En als hij dan niet reageert, dan bel ik hem op ook. Dan zeg ik, hey, ik heb jou een mail gestuurd. Kijk, ik hou van Wim. Ik vind het leuk om met Wim dingen samen te doen. Maar ik ga hem geen liefdesbrief sturen. Waarom zou ik dat doen? Anders dan dat ik seks wil met iemand. En dat gaan ze 6-jarige kinderen eventjes inprenten. Dan ben je toch van de ratten besnuffeld, of niet? En dit wordt dan uit naam van homoseksualiteit gedaan. En dan gaat het om het promoten van diversiteit. Maar ik wil helemaal geen diversiteit als het gaat om kinderen te confronteren met seks. Ik wil dat iedereen die kinderen wil confronteren met seks, dat die gaat emigreren naar de maan. Bij nader inzien. Antarctica, je zou eens je mogen bedenken en terug willen. En ik weet zeker dat als je 1 keer naar de maan bent gegaan, dat jij niet meer zo makkelijk terugkomt, want op de maan is namelijk geen aardolie. Daar is ook geen, dan moet je, ja, daar kom je echt niet van terug. Als je 1 keer op de maan zit, ja, daar groeit ook helemaal niks. Dus ja, daar heb je ook geen fossiele brandstoffen. Dat is gewoon helemaal niks. Ja, toch? Ik wil niet een maatschappij die heel divers is. Wat je ook groepen mensen hebt, daaronder de mensen. En die willen graag dat 6 jaar oude kinderen, dat die zich gaan bezighouden met seks. Ik wil dat niet. Mijn zus, die heeft zich uitgesproken een keer, lang geleden, dat zij er geen enkel probleem mee heeft om met 6 jaar oude kinderen dingen te gaan doen als klassikaal te gaan masturberen. Die proefballonnetjes laten ze ook op. Hè? Dan gaan ze kinderen leren hoe je moet masturberen. En dan gaan we het uiteindelijk met z'n allen samen doen en zo. En mijn zus zei van, ja, nou ja, als het betaalt, ik wil het wel doen hoor. Nou, dat was een behoorlijk breekpunt tussen mij en mijn zus. Ik heb toen op dat moment helemaal niks gezegd. Ik heb de kranten opzij gelegd en ik ben aan leuke dingen gaan denken. En ik ben het niet vergeten. Ja, de mensen die best graag, als het geld oplevert, mee willen werken aan projecten die 6-jarige kinderen over seksuele dingen laat nadenken. En het dan willen promoten om diversiteit, dat is zo goed. Ja, die zijn dus onder ons. En niet alleen onder de homoseksuele mensen. En het staat nu dus vast dat die LGBT-club, die hebben het gemunt op onze kinderen.
En daarom vind ik dat ze die LGBT'ers, ja, die gaan of een document ondertekenen waarin ze op alle fronten ontkennen dat ze iets te maken willen hebben met seks en kleine kinderen. En dat ze er ook alles aan zullen doen om, als ze merken dat er een van hun LGBT-vriendjes, vriendinnetjes, dat wel wil, dat ze die persoon onmiddellijk aan zullen geven bij de politie. En willen ze zo'n duidelijke uitspraak niet doen en het hebben over diversiteit, dan wil ik dat ze weggaan. Dat ze niet meer in Nederland over straat mogen lopen. Ik wil Nederland een veilig land voor kinderen. En ik wil niet dat kinderen geconfronteerd worden met seksuele voorkeuren en andere dingen van seksgebied. Helemaal niet. Ook niet een klein beetje, ook niet alleen op dinsdag. Laten we even wel zijn. Homoseksualiteit is een afwijking. Het is niet normaal. Normaal is dat je seks hebt tussen een man en een vrouw in het kader van een relatie, zoiets als een huwelijk, en dat daar kinderen van kunnen komen. Daar is seks voor bedoeld en los daarvan is seks ook leuk om te doen. Maar daar begint de abnormaliteit. Kijk, in je neus kunnen peuteren, dat is in principe bedoeld dat als je neus vol zit met rotzooi, dat jij het er met je wijsvinger uit kan krijgen. Maar mensen die de godganse tijd in hun neus gaan lopen peuteren omdat het zo lekker is, dat is abnormaal. Kan je nog een hele zeer pijnlijke neusbinnenkant van krijgen. Punt. En daar wil ik er verder niet moeilijk over doen. En er zijn mensen die doen heel erg graag een recreatieve seks en zo. En dan moeten ze lekker zelf weten. Dan gaan ze maar naar de parenclub. En dan ze maar doen wat ze willen doen. Maar dat doe je dan wel in de... hoe noem je dat? De beschutting of zo van je eigen slaapkamer. Met de gordijnen dicht. Ik weet, er is zo'n pand hier in Arnhem. En daar werd mij dus verteld door iemand die in het vak heeft gezeten. Van ja, dat is een SM-club. En ik zo, oh? Ze, dat zou je ook niet zeggen. Nee, zei ze. Want het is een voormalige winkel waar ze vis verkochten. Verse vis en stokvis. Allerlei visproducten. Ik heb er wel eens een haringje gekocht. Ja, die winkel is weg omdat het economische succes zo ongelooflijk is in Arnhem. Een van de zoveelste winkels die allemaal weggingen. Dus nou, die viswinkel is niet meer. En de etalages van die viswinkel, ja, daar hangen nu schilderijen. En je kan er verder niet naar binnen kijken. Nee, er zit dus een SM-club. Ja, wist ik veel. Maar dat op zich denk ik van ja, nou, dat moet kunnen. Als niemand het maar ziet. En zij wist het dan, ja, ze heeft in het vak gezeten en ze kent die mensen, lalala, en ja, zo heeft ze het gehoord. Misschien is het inmiddels al niet meer, dat zou ook nog kunnen. Ik zou het nog eens moeten vragen. Kijk, je kan al die recreatieve seksbelevingstoestanden en seks om de seks en ik vind het zo lekker en ik wil het elke dag doen en dat maakt me niet uit. Dat doe ik met de buurvrouw, van mijn part doe je het met je hond. Maar ik wil dat niet in het publiek. Dat wil ik niet. Ik vind het geen teken van diversiteit dat je het wel op straat wil. Ik wil dat helemaal niet. Ik vind het ook niet thuis horen in de klas. Op school. Ik vind het best dat je kinderen seksueel onderwijs geeft. Maar hou het dan even bij dingen als... Ja, leg het uit aan kinderen dat je dat niet zomaar moet doen, punt 1. En dat je daar kinderen van kan krijgen. En dat dat niet altijd de bedoeling is. En dat je er ook heel erg ziek van kan worden. En dat ziektes zoals gewoon neus, je hoeft die ziektes niet bij naam te noemen, maar dat je kan uitleggen dat je dan een hele vieze stinkende piemel kan krijgen. Of een hele stinkende vieze vagina. Van de seks. En dat er allemaal schimmels in gaan groeien. Ja, leg dat aan de kinderen uit.
En leg ook aan de meisjes vooral uit. En als jij seks gaat hebben met heel veel verschillende jongens, dat je zelfs kanker kan krijgen in je gaatje. Dus je krijgt schimmels ervan, je kan er kanker van krijgen. En dat je dus heel erg moet oppassen met het hebben van seks. En dat je het in principe helemaal niet moet doen, tenzij je dan met iemand al een hele tijd bent en dat je wilt trouwen met die persoon. En dan, ja, dan kan dan wel. Dat dicteert de school en voor de rest helemaal niet. En dat kan je één keer zeggen tegen kinderen van, ja, vlak voordat ze in de puberteit komen. Als dan vanuit ieder mens gaat uiteindelijk toch die seksuele gevoelens krijgen. En dan moet je dan even voor zijn. En dan voordat het begint geef je eventjes dat verhaal van je gaat het niet met iedereen doen. Want er zitten enorme nadelen aan. Doe dat. En dat is je seksuele educatie op school en meer niet. En nee, we gaan kinderen niet leren hoe ze moeten masturberen. We zijn helemaal gek geworden. Dat slaat toch nergens op? Ik pak even mijn foontje om te kijken welke sms ik binnen heb gekregen. Oh, leuk van mijn kind. Met mijn kind heb ik het ook nooit gehad over seks. Hè? Helemaal niet. Dus zelfs met mijn kind was het zo dat, dan gingen we kijken, het is echt een ontzettend leuk verhaal. Dan gingen we kijken naar de Terminator met Arnold Schwarzenegger. En mijn kind, het is nu, ja, ze is een beetje losgekomen, moet ik zeggen. Gelukkig maar. Ja, het was zo'n heel erg beleefde, netjes meisje. Dat dronk alleen maar water en thee. Ja, nou ja, als het feest is hoor. En voor de rest te drinken, alleen maar water. De andere dingen, ja, soms een glaasje vruchtensap vond ze lekker. 1 glaasje. Dat dan wel, maar voor de rest echt helemaal niks. En dan qua eten, nou het liefste vegetarisch. En nou, je kent het wel. Nou, en dan had ik met haar dan afgesproken om de Terminator te gaan kijken. En toen was zij 11 of 12, of nou misschien 13. Iets in die leeftijd. En zij had dus ook zo'n opmerking van, er zit toch geen seks in, hè? En ik zo van, ja, seks in de Terminator, hoe kom je daar naar bij? Ja, zegt ze, hou er even rekening mee dat zoenen, dat vind ik ook seks. En daar heb ik ook geen zin in. Geen zoenende mensen, hè? Dat al niet. Ja, 12, 13 was het toen. Ja, een Terminator, welke is het ook alweer? Volgens mij is het Terminator 1. Dacht ik. Ja, volgens mij Terminator 1. En dan gaat dan die, die vrouw, die gaat dan naar bed. Maar dat wordt niet met zo, dat is niet expliciet. Maar ze gaat dus naar bed met de savior van the world of zo, die JC. En dan baart ze dus, uiteindelijk krijgt ze dan een kind en dat wordt, zoiets is het in ieder geval. Maar ze komt dus die man tegen. En echt van die seksscènes zie je helemaal niets. Dat wordt alleen maar geïnsinueerd. Maar je ziet wel dat ze dus gaan tongzoenen. Mijn dochter die begon gelijk te krijzen als speenvarken. En ik wist dus dat die scène kwam. En dan had ik ook tegen haar gezegd van, nou, ik weet dat er een zoenscène in zit. En mijn dochter al van, oh ja, dan heb ik er dus eigenlijk geen zin in, pap. Ik zeg, ja, maar dan spoelen we hem even door, oké? Okay? Nou, dan moest ik hem wel beloven. Ik zeg, ja, ik hou het in de gaten. Ja, er kwam dus die scène en ik dacht al, ja, zo dadelijk gaat het komen. Ik was er ook klaar voor. En nou, mijn dochter die, we hebben dus niet eens gezien dat ze echt gingen zoenen. Het was alleen maar dat die hoofden bij elkaar kwamen. Dat mijn dochter zei, oké, dit is genoeg. En ik gelijk, hoppakee, fast forward. Ja, inmiddels is ze 19 of zo.
Inmiddels is ze 19 en rookt ze wiet. Hij maakte zich druk over het maken van een wietcake, hoe dat moet. Leuk hoor. Ja, kinderen zijn ontzettend leuk, maar niets in combinatie met seks. Dat wil ik maar zeggen. En die LGBT-mensen, die moeten er lekker mee ophouden. LGBT-mensen en kleine kinderen, ik wil ze helemaal niet. In Amerika is het ook zo. Even kijken hoor. Ik dat hier ook snel vinden op Prison Planet. Zag ik een tijdje terug. Heb je dat begrip dat heet drag queen? Ik zou echt niet weten of die zoekmachine een beetje werkt, maar... Ik heb het nooit gedaan, zoeken op Prison Planet. Maar... Ja, het werkt wel. Ja, deze man. Die verkleedt zich als vrouw en die gaat graag om met kleine kinderen. Ja, dat bedoel ik maar. Dit is dan van de LGBT, is dat, hè? Trans... nee, wacht eventjes. Queer is dit. Want je hebt dus lesbians, gays, bisexuals, transsexuals en queers. En dit is een queer. Wij noemen dat een travestiet. Travestieten met kinderen. Dat je dus behoort tot een van die letters van de LGBT en dat je niet in opstand komt tegen dit soort gedragingen, dat jouw soortgenoten, je seksuele soortgenoten, zich gaan bezighouden met kleine kinderen. Dat je daar niet jezelf er tegen uitspreekt, schande over jou. Hier hetzelfde. Dit is ook, dit is een travestiet. En moet je eens kijken naar de leeftijd van het grut. Er zitten hun moeders zitten er ook nog bij met die kinderen op schoot. Dit wil je toch helemaal niet? Of jij wel, maar dan wil ik jou, dan wil ik weten waar jij woont. Ik wil niet in hetzelfde land wonen dan als jij. En als dan die LGBT-dingen, voor mij maakt het me helemaal geen donder uit wat iemand in zijn slaapkamer doet. Al doet hij het met de olifant van de buren. Als hij maar in zijn slaapkamer blijft en ik hoor hem er nooit over. Dan maakt het mij niet uit. Maar ik wil niet dat mensen van wat voor geaardheid dan ook zich seksueel toestanden gaan bezighouden met kinderen. Ik ben het nergens op slaan. Ja, neem nou deze die ik dus net had. Deze drag queen. Wat doet die persoon in die klas met kleine kinderen? Voorlezen? Wat? Dat doe ik toch ook niet? Er zijn toch voorleesmoeders voor? Het lijkt mij best leuk om iets te doen voor kleine kinderen. Waarom niet? En dan wil ik best wel iets doen. Maar niet als travestiet. Ik zou bijvoorbeeld iets kunnen doen met kleine kinderen en computers. Iets waar ik verstand van heb en wat ik dan uit kan leggen op een simpele manier. Door een kennis van mij die heeft iets gedaan met kleine kinderen en muziek. Dat was een groot succes. Iets met de pentatonische toonladder, hè? Blues, is pentatonisch. Ja, dat is een hele simpele, weet je die dingetjes, mondharmonica's. Dat is ook pentatonisch. Nou, en ieder deuntje klinkt leuk. Dat vind ik best, maar zo'n karakter als dit... Zo'n kind gaat zich toch afvragen, waarom heeft die man zoveel make-up op en waarom heeft die man zo'n pruik? Dit is toch gestoord gedrag? Dit is niet normaal. Ik zag laatst ook op een doordeweekse dag, het was niet eens lekker weer, en dan loopt er een jonge man
Enorm aangekleed en allemaal make-up en een enorme pruik en een hele hoge hakken. En dan loopt hij door de winkelstraat van Arnhem heen in een jurk van pimpelpaars. Ik denk, jongen, je bent niet goed bij je knar. Het is geen carnaval. Wat doe je in die outfit op straat? Dat is toch logisch dat ik dat denk? Het heeft niks mee te maken dat ik bang ben voor die mensen. Dat ik homofoob ben of transgenderfoob. Nee, ik vind het nergens op slaan. Het is dinsdag en mensen komen naar de stad om boodschappen te doen. En ik loop door de stad heen omdat ik van de bushalte op weg ben naar huis. En het is geen carnaval. En ik vind het geen pas hebben. En ik vind het ook geen pas hebben dat ik van de mensen uit de LGBT-dingesbeweging, dat die mij dan bij herhaling heel trots vertellen dat ze LGBT zijn of zo. Ja, maar wij zijn LGBT, hoor. Ik wil dat helemaal niet weten. En als je dat echt zo'n neiging hebt om iedereen die het maar niet horen wil toch te gaan vertellen dat jij een bepaalde seksuele dwangmatigheid hebt, dan ben je ziek in je knarren. Ik zat een keer met een vrouw te kletsen. Dat vond ik hartstikke gezellig. We hadden ook al een keer een potje schaak gespeeld. En toen zei ik dus tegen haar van, zullen we nog een keer potje schaak spelen? Want ik vond de vorige keer wel leuk. En toen zei ze tegen mij, ja, wil je er wel rekening mee houden dat ik lesbisch ben? Dan krijg je nou, denk ik, met jou wil ik ook niet meer schaken. Dan is het afgelopen. En dan praat ik ook niet meer met haar. En dan wil ik ook niet meer schaken met haar. Dan is het afgelopen. Wat denkt zo'n malloot wel niet? Dat wil ik toch helemaal niet weten? Of denkt zij dan echt dat ik, omdat ik voor de tweede keer met haar een potje schaak wil spelen, dat ik wat van plan ben? Ik was toen 59. Nee, daar ben ik wat van plan. Ik ben er helemaal geen dirty old man of zo. Dus zij was er ook al eind 30. Ik had er niemand in de koffer in duiken, die 20, ik had er opa kunnen zijn. En wat is er toch met onze maatschappij dat we zo helemaal bevangen zijn van seks? Kinderen van 6 zich te laten verdiepen in het seksleven van prins Hendrik die een liefdesbrief gaat sturen aan zijn mannelijke bediende? Kinderen hebben toch wel andere dingen om over te fantaseren? Ik weet nog dat we ook weer. Wij hadden last van muizen in onze woning. Ik was nog getrouwd, hè? Die leuke tijd was het wel, hoor. Ja, die moeder deed echt ongelooflijk stom, maar als je dat dan even wegdenkt. Met zo'n kind, echt. Oh, wat heb ik gelachen. Ja, ons kind was toen, die zat net op school, primair onderwijs. Was 6 of 7 jaar oud of zo, hè? En we hadden muizen in de keuken. Ja, niet als huisdier, maar als illegale immigrant. En die gingen zich te buiten aan wat wij daar hadden staan. Aan pakken met havenmout en zeg maar. Die muizen lusten alles. En die poepen dan ook, hè? Dus dan vind je allemaal van die muizenkeutels. En je zit je daar de godganse tijd op je kop te krabben van hoe die muizen toch zo hoog kunnen komen. Maar die kunnen dus echt tegen de muur oplopen, hoor. Ongelooflijk handige beestjes. Anyway, ze waren weer eens bezig geweest op een ochtend. En toen had ik een geintje uitgehaald. Toen had ik tussen de muizenkeutels had ik een klein briefje gelegd. Had ik een klein stukje geel kinderpapier, zo'n gekleurd papiertje. Een klein stukje had ik even snel geknipt. En daar had ik opgeschreven van, lieve Nina, het was weer heerlijk eten vannacht. We hebben zalig gegeten. Piep, piep, groetjes van de muis. Piep. Of zo, hè? En dan komt mijn dochter op de keuken in. En ik zeg tegen mijn dochter heel verbaasd van, moet je nou eens kijken.
er ligt een brief. Die muizen hebben een brief geschreven. En mijn dochter, oh, echt waar? Ik zei, ja, maar hier moet je kijken. En mijn dochter kon al een beetje lezen. En ze leest dus dat briefje. Oh, zegt ze. Oh, nou, dat ga ik op school laten zien. Ja, en zij heeft dus het briefje meegenomen naar school. En ik had al ongelofelijke voorpret. Haalde ik aan het eind van de dag haalde ik de kind van school. Word ik aangesproken door die onderwijzer. Zo van, jullie dochter die kwam vanmorgen met een briefje naar school. Hè? Zogenaamd van de muizen. Hè? Ik wil even zeggen, daar zijn wij van school niet van gediend. Want het is dan kwetsend voor de kinderziel of zo. Hè? Dat die kinderen dan gaan denken dat muizen kunnen schrijven. En die vrouw die maakt zich er ernstig zorgen over. En dit soort geintjes voortaan alsjeblieft achterwege laten. Want op school dan nemen wij de opvoeding van de kinderen heel serieus. Ja. Nou, dus kijk, als zelfs dat al niet mag, mag dan dit wel? En los van het feit dat op het primair onderwijs mijn dochter daar te horen kreeg dat de mensen in Nederland moesten niet zoveel haring eten, want anders zouden de zeehondjes verhongeren. Ja, dat krijgen ze dan wel te horen op school, hè? Dat is dan wel heel belangrijk, dat je daar de kinderziel mee doordrenkt. Het heeft me toch een moeite gekost, joh, om die angstgevoelens van mijn dochter voor het eten van vis. Want we aten graag een haring hier, bijna iedere week. En mijn dochter zo, ja nou, pap, zullen we dan deze week maar geen haring eten, want het is zo zielig voor de zeehondjes. Die zag allemaal van die uitgehongerde zeehondjes daar liggen. Creperen op het poolijs. Mama, ik heb zo'n honger. En dan die moeder zeehond, ja, dan gaan we klagen bij Perry en Nina, want die hebben onze haringjes opgegeten. Nee, maar dat wil je toch niet. Nou dan. Had ik er dan nog een? Van die... dit was dan... dit was ook... Deze heb ik ook gezien. Hier. Daar hebben ze dan heel beschaafd een zwart stukje overheen gedaan. Maar dit is dan ook een man... die graag met kleine kinderen omgaat. En die heeft een minirok aangedaan. En die gaat eventjes met zijn benen wijd zitten. En wat zagen die kinderen toen? Maar dat was een ongelukje, hoor. En dat was in Minnesota. Dus niet in Nederland. Ja, de LGBT'ers die kunnen trots zijn op dit soort activiteiten. Die LGBT'ers die kunnen zich diep gaan schamen. En als ik een LGBT'er was, ik zou me erg druk maken over het duidelijk maken aan mijn omgeving dat ik mij volledig distancieer van dit soort activiteiten. En dat ik ook naar de vereniging van de Nederlandse LGBT'ers zou gaan mailen en zeggen van... ga je ledenbestand door om te kijken of iedereen zich wel bewust is van het feit dat dit soort dingen gebeuren. En dat iedereen zich daar ook van distancieert. En doet hij dat niet, dat hij dan niet langer lid mag zijn van de LGBT'er club hier in Nederland. En dat jij als LGBT'er je ook uitspreekt en dat je zegt er zijn grenzen aan de diversiteit. En deze mensen die dan op een foto komen, maar er moet een zwart vlakje voor. Want dan zie je hun piemelino die ze laten zien aan een klaslokaal met kleine kinderen. Dat is geen vorm van diversiteit die ik beoog. Sterker nog, ik wil dat niet. Ik wil dat deze man die dit gedaan heeft, dat hij niet te boek staat als LGBT'er, maar dat hij gewoon te boek staat onder wat hij werkelijk is, namelijk een smeerlap en een viespeuk. Die uit de buurt gehouden moet worden van kleine kinderen. En je hoort van de LGBT-gemeenschap niets over dit wangedrag. Helemaal niets. Dus voorlopig zijn LGBT'ers bij mij, zijn ze zo. Als ik een LGBT'er zie, dan denk ik gelijk,
Oh, jij bent dus iemand die dit soort dingen niet afwijst. Jij bent zo iemand van kleine kinderen met seks. Ja, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Je bent een smeerlap. Snap je? En dat oordeel, dat is geen persoonlijk oordeel. Want zo goed als iedereen die je kent, die vindt dat je kinderen niet moet confronteren met seks. Echt, onder mijn kennissenkring, vriendenkring, in mijn familie, is er geen één die seks met kinderen een goede combi vindt. Nou nee, wacht even, mijn zus. Die had er geen moeite mee. Maar ja, die heb ik dan ook al jaren niet gesproken. Dat had niet per se te maken met die uitspraak van haar. Dat was een van de vele uitspraken van haar. En uiteindelijk deed ze een uitspraak dat ze mij ging lopen uitschelden. Oh nee, een vriend van mij ging uitschelden. En toen dacht ik, nou is het genoeg geweest. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En toen dacht ik van nou, als jij belt, ik neem de telefoon wel op. Maar als bij haar de telefoon gaat, hoeft ze niet bang te zijn dat ik het ben die bel. Ik vind het zo mooi genoeg geweest. Was ook laatst, dan hadden we een familieweekend of zo. En toen, ik had een kennis meegenomen en toen gingen wij naar huis. En toen zei die kennis later tegen mij van, goh, je hebt helemaal geen gedag gezegd tegen je zus. En toen dacht ik, oh, ja, nou het zegt. Dat is waar ook, ik ben het helemaal vergeten. Oh, zei die kennis, nou dan moet je dan wel even goed maken. Waarop ik dacht, nee, waarom? Dat ik het vergeten ben, dat komt omdat ik niet graag omga met mensen die seks en kleine kinderen, nou, een combinatie vinden die het overwegen valt als je er geld aan kan verdienen. Ik wil eigenlijk helemaal niet daarmee gerelateerd worden. Ik wil er ook niet aan denken. Ik wil helemaal niet meer weten dat mijn zuster zo over denkt. Het is haar vrije keuze om zo te denken. En, nou, dat vind ik vrijheid genoeg. En daarmee is voor mij de kous af. De kuis. De kuise kous is af. Dichterbij, nader tot haar, hoef ik niet te komen dan dat ik zeg van nou, jij mag je mening hebben. En ik kan het prettiger vinden, dat is aan mijn mening, om niet in jouw nabijheid te zijn. Want ik kan maar niet vergeten dat jij dat best oké vindt. En ik vind dat absoluut niet oké, dat kinderen geconfronteerd worden met seks. Op wat vorm dan ook. Ik wil dat kinderen opgroeien zoals mijn dochter. Die als ze 12 of 13 zijn, zelfs zoenscènes in films stuitend vinden. Dat wil ik. Dat wil ik voor alle kinderen, niet alleen mijn dochter. Punt. En als jij dan denkt van, goh, Perrie, ja, het is jouw cultuur. Het is best, maar ik wil dan met jouw cultuur niks te maken hebben. En ik weet wat er van komt. Nou, ik ben het gedoe met Joris Demmick niet vergeten. Ik ben de Franklin cover-up niet vergeten. Ik ben de Sanford-affaire niet vergeten. Ja, maar Perrie, jij weet al die dingen en wij niet. Ja, dat is nou precies het grote verschil tussen jullie en mij. Maar ik weet wel wat de consequenties zijn van het feit dat als je luchtig gaat doen over seks tussen volwassenen en kleine kinderen. Punt. Kijk, toen ik een jaar of 8 was, had ik ook een of ander vriendje die tegen mij zei van, zullen we dan blablabla in de bosjes? Kinderen hebben ook heus wel seksuele dingetjes. Maar daar hoef je als volwassene helemaal niet mee te bemoeien. Laat dat maar over aan die kinderen zelf. En als je seksuele voorlichting geeft, ik heb het net al gezegd, hamer dan op dingen als het feit dat je er zwanger van kan worden, wat daar de consequenties van zijn. En hamer op het feit dat je een grote kans loopt op een hele vervelende ziekte waar je een ontzettend vervelende gevolgen van hebt. Tot en met blijvende gevolgen voor de rest van je leven. Nou. En dan die hele seksmaatschappij, ja, die gaat maar ergens anders wonen. Het is nu een keer zo dat er mensen zijn en die zijn verdorven en die zijn op weg naar de hel. En ja, wie houdt ze tegen? Ik wil alleen niet naast ze lopen. Terwijl ik naar de hemel wil en ik aan die mensen kan zien dat ze op weg zijn naar de hel. Ik wil er geen deelgenoot van zijn.
Snap je? Dat is toch logisch? En jij toch ook niet? Ja? Dus spreek je er tegenuit. Maak het andere mensen duidelijk dat wij niet willen dat kinderen worden geconfronteerd met seks. Ook niet in het kader van LGBTQ. I. Diversiteit. Cursussen. Op primair onderwijsinstanties. Snap je? Nou, hebben we dat fijn afgesproken. En dan kan ik op zijn hamburgers tegen jullie zeggen. Tjus. En dag lieverds.